wethouder Simone Kukenheim heeft geen belangrijk onderwijsrapport achtergehouden voor de gemeenteraad. Dat zegt het Koonstam Instituut, dat het rapport zelf opstelde. Morgen moet Kukenheim zich verantwoorden voor het vermeend achterhouden van 3 rapporten. Het belangrijkste van die 3 kwam van de hand van het Koonstam Instituut. Dat is een onderzoeksinstituut voor opvoeding en onderwijs. Het ging over de aanpak van zwakke scholen in de stad. Vorige week meldde het Parool dat de wethouder het rapport in een la liet liggen. Het schetst een positief beeld van het beleid van haar voorganger, Lodewijk Asscher. Zijn kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam werd door Kukenheim grotendeels teruggedraaid. Ja, Menko Arends, de wethouder is toch behoorlijk in de problemen geraakt na de publicatie van dat artikel. Ja, zeker. Ze moet zich morgen verantwoorden ten opzichte van 4 partijen. Die hebben een interpellatie aangevraagd over het feit dat die rapporten nog in de la lagen. Die rapporten die waren dus gunstig voor haar voorganger, Lodewijk Asscher, die van een andere partij is, de PvdA, waar D66 traditiegetrouw de laatste jaren niet zo goed mee door één deur kan. En het beeld ontstaat dan ook dat Kukenheim dat bewust zou hebben gedaan. Maar het Koonstam Instituut, dat het rapport zelf opstelde, zegt dat daarvan geen sprake is. Dat rapport lag nog in een la. Is dat te verklaren? Dat rapport lag niet in een la. Dat rapport was nog niet klaar. Wij hebben in augustus een rapport naar de gemeente gestuurd, waarvan wij dachten van dit is het rapport zoals het is. Maar toen is het besproken in de raadscommissie. En die heeft gezegd, we willen nog graag een aanvulling op dat rapport. Want er werd een vergelijking ingemaakt met andere steden. En ze wilden daar nog iets meer steden in betrekken. Dus toen hebben wij de vraag gekregen, kan dat er nog bij? Dus daarom was het rapport nog niet af. En als een rapport niet af is, dan hoeft het ook nog niet gepubliceerd. Sterker nog, dan is het eigenlijk niet eens de bedoeling. Dan is het niet de bedoeling, want dan is het nog niet klaar. Toen u het Parool las, vorige week heeft u vastgedaan. Wat dacht u toen? Nou, daar was ik wel erg verbaasd over. Ik denk van, hoe kan het Parool een rapport publiceren wat eigenlijk nog niet klaar is? In de titel van die bron stond dat het een definitieve versie was. Hoe zit dat dan? Nou, dat komt omdat men niet wist dat die aanvulling gewenst was. Dus wij dachten, dit rapport is klaar. Overigens was het nog niet helemaal klaar. Er moesten nog wat correcties in aangebracht worden. Maar zeg maar, qua uitvoering was het klaar. Maar we kregen dus later de vraag van, kan die aanvulling er nog bij? Nou, als dat de bedoeling is, dan is het rapport dus nog niet af. Ja, bewust achterhouden, dat heeft Kukenheim dus niet gedaan. Dat zegt ook de Parooljournalist die dat heeft opgeschreven, Bas Soeterhorst, wel tegen ons. Hij zegt wel dat hij achter de inhoud van zijn artikel blijft staan. Want hij zegt dat Koonstam Instituut, dat kreeg juist opdracht van de gemeente. Ja, dan ben je ook wel gek als je dan met je opdrachtgever in de clinch gaat liggen door te zeggen, ja, het was allemaal af, het was allemaal goed. Morgen zal ze zich dus moeten verantwoorden. En de kernvraag is dan, komt ze weg met deze verklaring? Ja, ik denk dat als je constateert dat het rapport in principe nog bekeken moest worden, dat ze met die verklaring gaat wegkomen en dat de soep dus niet zo heet gegeten wordt als hij werd opgediend.